Het is weer lente! Maar dat betekent helaas ook dat we weer iets meer van dit soort beestjes te zien gaan krijgen. Mieren komen al meer dan 140 miljoen jaar voor op aarde. En alleen in Nederland hebben we al meer dan 100 verschillende miersoorten. Maar één ding hebben al deze soorten gemeen. Ze leven namelijk allemaal in een kolonie. Maar hoe zo'n kolonie nou precies werkt, dat leg ik je vandaag uit. Een mierennest begint altijd bij de koningin. De koningin is te onderscheiden van de andere mieren omdat ze een stuk groter is dan hen. De koningin heeft aan het begin twee opties. Of ze begint ergens haar eigen nieuwe nest, of ze neemt een bestaande kolonie over. De koningin heeft één hele belangrijke taak en dat is het leggen van eieren om haar kolonie uit te breiden. Naast de koningin hebben we vrouwelijke mieren. Deze worden werksters genoemd. Deze werksters verzorgen de larven, zoeken naar voedsel en graven gangen. Sommige van deze werksters leggen zelfs extra eieren die gebruikt kunnen worden als reservevoedsel. Als laatste zijn er natuurlijk ook mannetjes in een kolonie. Deze dienen voor één heel simpel doel. Voortplanting. Zij zorgen voor jongen bij de nieuwe koninginnen tijdens de zogeheten bruidsvlucht. De jonge koninginnen hebben dan namelijk ook nog vleugels en vliegen samen met de mannetjes uit. Na de bevruchting gaan de jonge koninginnen op zoek naar een plek om hun eigen kolonie te starten. Wil jij nou graag van dichtbij zien hoe zo'n mierenkolonie te werk gaat? Kun je op internet eens zoeken naar Ant Farm. Dit is een soort mini-verblijfje waar je jouw eigen kolonie in kunt starten. Heel erg bedankt voor het kijken en tot volgende maand!